Laat hij een stukje vlees vallen. Kom op. Ook deze vogels zitten vaak op de grond. Ze zijn ook echt aaseters. Kom op, Ali. Kom dan. Makkelijk vliegt dat. Kijk, en nou laat ik hem los, hè. Zwaar, hè? Ja, 4 kilo is 4 kilo. Ik weet niet, is de foto... Laatst is hij weggevlogen met een jongen met een grijze trui aan. Maar jij hebt een rode aan, dus dat gaat goed. Hou vast, hè, want jij kunt het. Ah, joh, kom op, man. Oh. Wel een applaus voor hem, hè. Zo. Even een keer bij Jacco. Foto gemaakt. Nou, we gaan nu een keer ga ik hem over jullie heen laten vliegen. Mag hè? Kijken dat hij dat wil. We gaan over jullie heen. Ja, is het niet erg? Oh, dat is Johnny, een zoentje van Ali. Hoho! Je kunt hem vasthouden, hè? Jij bent zo sterk. Oh, jij kunt dat, hè? Applaus ook voor deze dame natuurlijk, hè? Super goed gedaan. Jij kan zo van anders gebeuren. Nee. Hij ziet hoe mooi zo'n uil is, hè? Hij vliegt ook heel makkelijk vanaf de grond. Vliegt hij heel makkelijk naar mijn handschoen toe. Klaar. Dat is een beetje een onnatuurlijk gedrag voor de vogel. Want hij zal nooit zo omhoog vliegen. Altijd laag over de grond. Maar hij laat het toch even zien. Kom op. Snowy. Kom dan. Kom op. Zo, even wat anders pakken. Nou, we geven hem nu een rat. En dan moet je maar eens kijken. Zo'n ratje. Dat slikt hij zo door. Ik moet even uitkijken dat hij... We zullen het zien. Kom op. Let op, hè. Let op, waar gaat hij. En dan zeg je, die zien we nooit meer terug. Maar ook deze vogel krijgt morgen vroeg de bekende braakbal, hè. Jannie, die maakt gelijk profiteert van de... Mooi, hè. Nou, Hans, kom op. Hansje. Kom op, bedankt. Bedankt. Kom op. Hij verliefd op je. Kom op. Bedankt. Hans? Ja, applaus voor die dame, hè? Super gedaan. Bedankt. Hey. Nou, de Menno die heeft de haren niet goed zitten, jongen. Dat is. Kom op. Ja, daar komt hij. Nou, toch een groot applaus voor die jongens en de meiden. Hè? Die waren toch wel heel. Zullen we daar even kijken? Zo, ga maar even kijken. Hij is echt mooi van lelijkheid, hè? Nou moeten we zien dat we die Guus weer in die kist kunnen krijgen. Hoop, ligt er nog een stukje? Nou, we zullen kijken. Guus aan die kant ligt nog een stuk. Hier, daar. Kom maar, hier. Oh, dat doet hij niet. Nou, laat maar zitten. Nou, we hebben de kist meegenomen. En die Guus moet weer in die kist. Maar vroeger was dat altijd een drama. Maar Jannie heeft een mooie uitvinding gedaan. En dat zullen we nu laten zien. Gaat-ie. Gaan we lopen, Jannie. Nou, ik wil wel graag een groot applaus voor de jongens en de meiden. Jullie waren wel geweldig goed hoor, dankjewel.